doch eher links. Du hier links? Okay, wir haben altijd het. Dann kann ich auch rechts tun, natürlich. Ja, ja. Dann können wir rechts tun. Ja, so. Als wir beginnen, weten wir eigentlich nooit so gut, welke Kant wir op willen gaan. Dus wir haben voortdurend Gesprekken met elkaar. En zijn ook een beetje met. Kom maar dicht daarbij, jongen. Dichterbij? Ja, nog een beetje, of ben je bang voor mij? Ja. Niet altijd, maar. Nee, oké. Okay. Zo. Zo. Nou, oh, die is leuk. Het is wel een hele dikke geworden. Nou ja, en dan kijken we. We zijn eigenlijk alleen maar aan het krabbelen en aan het uitproberen om op ideeën te komen. En in dit geval dachten wij, we gaan een beetje een niet bestaand beest doen. Wat een beetje tussen een vogel en een vis inzet. Een beetje een logisch beest, eigenlijk. Wat was het eerste boek dat u hebt gemaakt? Het krokodil onder mijn bed. En waar gaat dat over? Het gaat over een klein meisje wat 's avonds alleen gelaten wordt door haar ouders. En de vader brengt haar zegt dan van ga naar bed. Ik zal hem zwart maken als ik jou. Ja. En dan gaat het meisje naar haar kamer toe en ziet dan glinsterende ogen van een krokodil onder haar bed liggen. En ze gaat naar haar vader en zegt, kan niet naar bed of naar haar ouders? En zegt de vader, want er ligt een krokodil onder. En dan zegt de vader, dat kan helemaal niet, want krokodillen die leven in Afrika en in de dierentuin, maar ze zijn niet onder een bed van een kind. En dus het meisje moet naar bed. En en dan is daar het krokodil. Want het krokodil heeft zich inmiddels verstopt op de klederkast. En dan worden de twee eigenlijk vrienden. Want het krokodil is eigenlijk zeg maar een oppas voor het kindje. En dus ze verbrengen de avond met elkaar. En Karel, het krokodil, vertelt over zijn waar hij vandaan komt en dat hij eigenlijk altijd heel stout is geweest en dat hij vanwege zijn stoutheid weggestuurd werd door de oudere krokodillen om de mensenkinderen over hun angsten heen te helpen. Wie schrijft eigenlijk de verhaaltjes? Dat doen wij samen. Wat ik net vertelde, dus het idee en het verhaal, dat is altijd in samenwerking met elkaar. Dus wij zijn, Dieter en ik werken helemaal als team met elkaar. En we hebben eigenlijk, omdat wij niet alleen maar collega's zijn van elkaar, maar we zijn ook nog getrouwd met elkaar. En we zijn ook vader en moeder van twee dochters. Hebben we gezegd, wij gaan niets vertellen over wie nou exact wat maakt, want dat zou dan betekenen dat we ons in concurrentie tot elkaar zouden zetten. Althans, dat is onze grote angst, dat wij dan door de buitenwereld ook als concurrenten van elkaar zouden worden ingeschat. En we hebben gezegd, dat is iets wat we absoluut niet willen. We willen voorkomen dat er dat wij in een competitie met elkaar zouden geraken. Dus als we een boek maken, een prentenboek maken, dan is het een concept en uitwerking, dus het resultaat is Ingrid en Dieter Schubert. En wie nou exact wat gemaakt heeft, vinden wij uiteindelijk ook niet meer belangrijk. Want het boek gaat toch een eigen leven leiden. En kinderen, die vragen er ook nooit naar. Nee. Wie heeft nou wat gedaan? Dat is voor kinderen eigenlijk volledig oninteressant. Ja. Toch? Ja, dat denk ik ook. Wat wordt dit nou? Ja, dat zou je wel willen weten. Maar ik ga het niet vertellen. Verrassing? Nee, ik ga het. Je mag wel even naar mijn oor fluisteren. Nee, dat gaan we niet vertellen. Want U hebt onderling geen oneenigheid. Nou, dat zeggen we niet. Oh, ik weet het wel. Dat zeggen we niet. Dat, want daar zei dat. Ja, exact. Die ben ik. Dat is hem? Dat is hem. Althans, de basiskleur. De basiskleur? Ja. Even kijken hoe die eruit ziet. Daar heb je hem. Hoe die glimlach, hè? Mm-hmm. Weet je groot of niet? Huh? Weet je groot maak je hem nu, hè?
mooi van hele lange kleuren. Ja, vind ik ook. Ik vind het wel erg groot gemaakt, maar het mag niet. Mag niet. Allemaal goed. Die zijn nog leuk. Ja, nu wordt hij steeds leuker. Hij mag wel nog een beetje meer vorm krijgen, vind ik. Want hij is nog niet helemaal oppie-toppie. Die oren is groter. Ja, die oren mogen groter. En hij heeft natuurlijk hier ook een handje. Volgens mij zijn die neus ook groter. Ja, zal ik breken? Nee, dat vind ik niet leuk wat je nu doet met het bloem. Jawel, dat is wel mooi. Ja, nou ja, kijk, de vraag was natuurlijk van hoe lang werken jullie aan één boek? En het is zo dat wij, als we het eerste idee hebben, dan bespreken we het idee. Dan beginnen wij eerst met het verhaal. We willen eerst dat het verhaal helemaal rond is. Als het verhaal rond is, dan beginnen we met kleine schetsen. En de kleine schetsen, dat is een storyboard. Wij zijn niet de enige die dat doen. Dat doen ook heel veel collega's van ons. Dat is dan eigenlijk dat je weet ongeveer zo groot is het boek qua formaat. En dan kijken we of het idee in beelden kan worden omgezet. En dat een verhaallijn over 24 pagina's heen kan gaan. Met de paraplu was het zo dat wij het idee hadden. We willen heel graag een tekstloos prentenboek maken. En wij zijn natuurlijk in Duitsland opgegroeid. En daar hoort de Struwwelpeter tot het culturele erfgoed. Zoals hier Jip en Janneke bijvoorbeeld. Of Aap, Noot, Mies. Of Anton Pieck natuurlijk ook. In Duitsland is het Wilhelm Busch en de Struwwelpeter. En de laatste pagina op het verhalenboek van Hoffmann, 19e eeuw. Op de laatste pagina staat het verhaal van Robert. En Robert is een klein jongetje wat tegen het advies van zijn ouders naar buiten gaat met een paraplu als het heel erg stormt. En Robert wordt gepakt door een windvlaag en weggewaaid en hij is nooit meer gezien. Buitengewoon moralistisch, typisch 19e eeuws. En wij dachten van nou het idee van het weg kunnen vliegen aan een paraplu is eigenlijk een heel poëtisch beeld. En een heel romantisch beeld. Maar wij willen natuurlijk niet moralistisch zijn. Dus wij dachten, wij laten iemand aan de paraplu wegvliegen. En wie zou dat kunnen zijn? Wie zou dat kunnen zijn, Dieter? En wij dachten eerst, het kan een nijlpaard zijn. Maar ja, een nijlpaard aan de paraplu, onmogelijk veel te slaan. Ja. We zaten 's ochtends aan de ontbijttafel. Ja. Nou ja, we hadden nog andere beesten. Een konijn, dat vonden we zielig. Vonden we zielig, want een konijn is natuurlijk wel hulpbehoevend. Ja. En toen aan de ontbijttafel. En Tibus zat bij ons aan tafel. Dat en opeens zag ik gewoon een klein zwart snuitje en oortjes. Ja. En ik zei, Ingrid, dat is hem. Ja, wat is hem? Ja, kijk maar. Dat is toch een heel mooi klein hondje, ons hondje. Ja. Die laten we gewoon wegvliegen. Ja, en dat was een goed idee, want hij is natuurlijk ondeugend en levendig. En het is natuurlijk ook een hondje, dus hij wordt niet zo snel door andere beesten opgejaagd, dachten we dan. Dus een moedig beestje. En dat is dus onze protagonist voor de paraplu. En wat wij natuurlijk ook merkten, tekende, was hij is zwart, dus het is ook een icoontje. Het is een zwart icoontje wat door een verder zeer kleurrijk boek loopt. En het verhaal van de paraplu is dat Quibus 's ochtends naar buiten gaat, een paraplu ziet aan een boom, de paraplu opent en dan komt een windvlaag en waait het hondje de lucht in. En het hondje waait aan de paraplu de hele wereld over. Dus hij komt van het ene avontuur naar het ander. Het zijn allemaal dubbele pagina's. Dus geen kleine pagina's. We dachten het is voor het verhaal, voor de verhaallijn belangrijk dat wij grote illustraties blijven maken. En uiteindelijk komt het hondje weer terug naar huis. En hij landt exact daar waar hij ook de paraplu gevonden heeft.
Maar wat er tussenin speelt, is dus hij gaat dus van, hij waait eerst boven de wolken, hij loopt over de wolken, zakt door een wolkendek heen en is al in Afrika. Dus hij is tot Afrika gelopen. En is het een groot avontuur. Het is één groot avontuur. Maar we hebben hier allemaal schetsen die wij toen gemaakt hebben, die ook aantonen dat wij, dit is een zoektocht die je maakt als je begint met het uitwerken van een verhaal. Dus want we zijn eigenlijk alles in ene. We zijn tekenaars, we zijn verhalenvertellers. Maar dan moeten we natuurlijk de hoofdpersoon zien te vinden. Dus we moeten op zoek gaan naar de hoofdrolspeler. In dit geval het zwarte hondje. En dan moeten we een decor bouwen. We moeten kijken van waar moet het plaatsvinden. In welke setting moet het plaatsvinden. Dus we zijn ook nog regisseurs. En dan komt daarbij dat we moeten kijken vanuit welk perspectief willen we het laten zien. Dus het beeldend perspectief vanuit het vogelperspectief of vanuit het perspectief dat je alles zo ziet zoals het is, als je het ook waarneemt. Dus het spelen met perspectieven is heel belangrijk. En wat daar ook nog bij komt is dat wij ook een onderwaterwereld kunnen laten zien. Dat wij eigenlijk de beschouwer mee kunnen nemen tot tot diepte van de oceaan en daar kunnen laten zien welke vissen daar zwemmen. Terwijl in werkelijkheid kun je dat alleen maar doen als je duikt of als je een documentaire ziet over een onderwaterwereld. Ik heb hier een voorbeeld, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het zijn olifanten van bovenaf. Oh, dus heb ik niet eens meer herkend. Ja, daarom. En we hadden een hele lange discussie erover, kan je nog herinneren? Ja. En ik vond het leuk, maar jij zei kinderen, die kunnen dat niet herkennen. Dus je ziet het paraplu als vorm, dan zie je die olifanten dus heel klein. En alles van bovenaf. En alles van bovenaf. Dus ja. Je bent als beschouwer ben je nog boven de paraplu en boven de olifanten. En je ziet het hondje niet, want je ziet alleen de paraplu. Dus ja, dat precies. Is eigenlijk en, een slecht voor. En we zeiden achteraf, ja, dat kunnen we niet gebruiken. Dat is eigenlijk een illustratie waar kinderen eigenlijk niets aan hebben. Nee. Dus dat hebben we laten weggelaten. Ja. En zo heb je nog met andere illustraties eigenlijk precies hetzelfde. En hier vliegt de pelikaan, de quibus, over een soort landschap. In het Zuid-Amerikaanse oerwoud. Ja. Ja. Maar dat kunnen kinderen niet herkennen als oerwoud. Dus we hebben deze scène verplaatst naar een echte oerwoud met bomen en met apen en papegaaien. En dat werkt veel beter. En de pelikaan die vliegt dus uit het beeld. Dus we hebben op de andere pagina geplaatst. Ja. Dus we denken eigenlijk steeds als we schetsen, denken we steeds over naar hoe kunnen we die schetsen nog duidelijker maken en nog verbeteren. Ja, dat is eigenlijk deze scène. Ja. Ik moest nog zo veel. Dat is eigenlijk deze scène. Dat je ziet, hier zie je dus het landschap veel duidelijker. En het biedt veel meer ruimtelijkheid. Wat Dieter nu net liet zien, is dat je het vliegen van de pelikaan wordt eigenlijk verbroken door die enorme donkerheid daaronder. Dus eigenlijk wordt het de luchtigheid die daarin zit, de ruimtelijkheid, wordt hier vernietigd. En hier heb je het gevoel dat je ziet dat het eigenlijk immens groot is. En we hebben natuurlijk ook de Indianen als miertjes neergezet. Want dat wilden we per se niet, hè? De figuren als Indianen in het boek hebben. Dus we wilden eigenlijk de Indianen heel klein. Ja, dus, dus op deze manier werken wij en dit met onze hond, met Quibus was het natuurlijk wel heel mooi dat we eigenlijk van pagina naar pagina naar pagina eigenlijk naar een ander werelddeel toe konden gaan en je ziet ook het verschil tussen groot en klein. Dat is voor een tekenaar ook heel belangrijk dat je steeds weer wisselt van iets heel dicht naar je toe halen of juist heel ver van je afbrengen. Dat niet alles zo enorm op elkaar gaat lijken. Althans is dat voor ons heel belangrijk. Hè? Omdat onze illustraties naturalistisch zijn. Niet hyperrealistisch, maar wel
heel goed herkenbaar. En we willen ook dat de beesten die we in boeken, of de, zeg maar, niet beesten is misschien een beetje negatief woord, niet? Nee. Maar dus de dieren die we gebruiken, de hoofdpersonages, dat die hun waardigheid houden en dat ze toch menselijke aspecten krijgen. Dat ze in mimiek, dus de eigenschappen, dat er iets in zit van een mens. Want je moet je uiteindelijk ook kunnen identificeren met een hoofdpersoon in een boek.